Jarenlang is het CDA een sterke middenpartij. De Christendemocraten houden van regeren en leveren premiers als Van Agt, Lubbers en Balkenende. In 2010 belandt de partij in zwaar weer. De verkiezingen verlopen dramatisch, de partij wordt gehalveerd. Toch neemt het CDA plaats in een kabinet met de VVD en gedoogpartner PVV. Binnen anderhalf jaar valt het kabinet. En bij de volgende verkiezingen is er opnieuw een historisch dieptepunt. De gloednieuwe lijsttrekker Sybrand Buma haalt slechts 13 zetels. Vanuit de oppositie gaat Buma er vaak met gestrekt been in. Als het kabinet om steun vraagt, is Buma onverbiddelijk en roept: "U zoekt het maar uit." Toch stemt de partij vaak gewoon mee met kabinetsvoorstellen, zoals de Wet Werk en Zekerheid en de Participatiewet. Deze verkiezingen haalt de partij het oude stokpaardje normen en waarden weer van stal. Er moet moreel leiderschap komen. Ze wil dit onder meer bereiken met een maatschappelijke dienstplicht, een minister voor familie en gezin en de sluiting van coffeeshops. Of het CDA daarmee weer een regeringspartij wordt? Buma, zoon van burgemeesters en bestuurders, droomt van meer: het premierschap.